Yo boys, top dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op Call of Duty. Blijk als vier. Hey jongens, vandaag zijn we weer op Call of Duty Black Ops 4 jongens. En we gaan vandaag een lekker paar potjes free for all knallen. Dus als jullie er zin in hebben, geef eventjes een like. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Hey jongens, de laatste tijd is de support zo fucking groot ouwe. Dus ik wil jullie allemaal echt gewoon voor bedanken jongens. Dat we echt gewoon alweer de 700 hebben aangetikt. En gewoon weer de 740 nu al. Dus jongens, echt super dik gasten. Dankjewel voor de support allemaal. En tof dat jullie altijd bij de stream zijn. En altijd bij de video's. En dan gaan wij nu even lekker een potje free for all knallen op de map. Weet ik niet, playload. Zoiets richting. Hij kan payload of zoiets die richting. Er is een enemy achter deze truck. Can you come out of. Oh! Oh, wat scheef, gas. Holy shit. Oké, dat was even niet zo'n beste aim van mij. Oké, sorry. Maar dat kan gebeuren, jongens. Kan gebeuren. Hè. Let's go, jongens. We gaan gewoon even een paar free-for-all potjes doen. En er zit er één achter mij. Dus let's go. That shit ain't gonna fly. Er zit eentje daarboven, weet je wel. Maar er zit ook één daar. En dat is naar. Oké, chill. We hebben in ieder geval wel twee kills. Dat is sowieso chill. Oh, dat is zo chill in die grappler. Dat het ook gewoon kan, weet je. Want normaal pleur je altijd dood als je er vanaf springt. Maar nee hoor. We hebben een grappler. Pauw. En gebruik hem op keihard. En dat is natuurlijk wel chill. Hallo enemy. Morgen. Zat er daar nog één. Bijna longshot met de GKS. Bijna dood. Jij hebt een bonjour, echt. Ik zweer het je heel erg. Maar jij hebt gewoon een longshot wapen waardoor ik je niet kan rekken. Maar dat is. Oké, dat kan, weet je wel. Ja, ik heb een kort afstand wapen. En het is op zich best wel een lange map, laten we het zo zeggen. Dus. Ja, het is niet echt een hele verstandige keuze. Maar. Voor de afstanden die ik loop, weet je wel. Dan heb ik toch eigenlijk altijd wel een kort afstand wapentje nodig. Zoals je net zag hier. Die had ik toen daar ook gekild. En dat was best wel chill. Kijk, van die afstandjes, weet je wel. Je kunt er makkelijk aan. En jij. Als ik daar een headshot had geschoten, was jij dood. Maar in ieder geval, deze afstandjes die ik nou loop, is op zich al redelijk lekker. Of ja, gewoon goed voor dit wapen, laten we het zo zeggen. Er zit er weer achter mij één hier. Hallo. Oh shit. Holy shit. Dit is dat jij je wapen moest reloaden, man. Anders was ik dood daar. En hier moest ik mijn wapen reloaden. Maar ik weet niet waarom ik mijn wapen reload. Want er zitten 56 kogels in. Dus ik had hem helemaal niet hoeven reloaden, weet je. Nou. Maar deze map is de Ruin zo. Chillen specialist. Maar kijk, je kan gewoon zo snel naar die fights toe rennen natuurlijk. En ja, dat is gewoon super chill. En jou had ik niet gezien. ik stond erop. Bop. Weg. Oké, chill. Dat kan natuurlijk ook, weet je. Maar dat hebben we het natuurlijk liever niet. We hebben natuurlijk liever altijd andersom. Ja, wat een gozer is het ook. Hij komt gewoon terug, hè. Nou, jij bent ook dood. Shit. Oh my god, rack, mother. Get wrecked. Wat moet ik doen? Ik kon hem lopen. Ik schreeuw scheef. Oké, ik wist gewoon niet meer waar die was. En die spray ding wat ik aan het doen was, wist ik gewoon niet meer waar die was. Dat was dom. Aan één kant, maar. Ja, dat maakt niet uit. Is not very ernstig. Oh fuck. Oh man, fuck. Dat is naar. Oké. Kill. Lekker. Nou, oké, let's go. Laten we hem even pakken dan. Laten we hem nu wel even pakken. Ze staan er. Nu weet ik gewoon niet waar ze staan, hè. Dat is gewoon erg. Nou, ik ga hem daarboven op proberen te pakken. Want hij is best wel hinderlijk, man. Maar hij staat er ook gewoon af en toe, weet je wel. Hij komt er gewoon eens even naartoe. Kilt hij mij daar en loopt hij weer weg. Dat is zo hinderlijk. Dan ben ik altijd de gozer die doodgaat daar. Ho! Ik zat legit te kieken van waar het allemaal vandaan komt, weet je. Maar we staan in ieder geval één kill achter op de eerste die nou als eerst staat, dus... Ja, dat is... Dat is naar. Maar dan moeten we even een andere route lopen. We moeten gewoon even een ander routetje aan... Wat een kutding is dat. Kan ik hier opspringen? Ik klik daar op X'je en hij springt niet. Hij loopt gewoon vol naar beneden. Ik klik daar nog op X'je, maar ja. Hij heeft een UV, man. Hop, hop. Ja, daar ging ik even niet... daar ging ik anders hartstikke hard dood. Als ik daar dat ding niet had gebruikt. Dan hadden we natuurlijk niet. Maar wat zitten ze hier nou elke keer te fighten, gast? Die ICR, gast. Die ICR 7. Die is fucking OP, gast. Op die afstand.
Oh, ik kom ook nog even een dingetje voorbij. Gozer, ik kom hier. Oké, dit is. Oké, wauw. Dat ging in het begin even lekker, man. Maar nu moeten we even concentreren of zo. Want dit is wauw. Dit is wauw. Ja, dit is gewoon echt. Hoe kan dit dan? Maar het is ook weer zo'n. Ja, het is wel. Ja, hou gas. Ik ga er gewoon bij liggen, wist je dat? Gewoon midden in het open. Gewoon er lekker bij liggen. Hoe dan? Nou, die ego zat ook weer 2 HP, weet je wel. Nou, chill. Krapper, krapper, krapper. Lul. Kill. Je hebt er gewoon. Oké. Soms kan je gewoon mensen killen gewoon. Ja, die zit daar op te wachten. Maar soms kan je gewoon mensen killen gewoon legit door het. Door de muur heen. En dat is af en toe hartstikke vervelend. Maar af en toe hartstikke leuk. Als jij daar bent die. Als jij hem killt, weet je wel. En niet als jij de gekillde bent door de muur. Ja, oké, jullie snappen wat ik bedoel. Chill. Ik moet ook even op één kant blijven wachten, gast. Ik hoef maar 2 kills te maken. He's done. En dan staan we alweer gelijk met de eerste die nou eerste staat. Zo, we staan alweer gelijk met de eerste. Oké, dat was even concentreren gewoon. Zoals je ziet, al mijn level, weet je wel. Zie je eigenlijk dat ik al vrij weinig eigenlijk in mijn vrije tijd Call of Duty speel. Dat is legit alleen maar gewoon om dit op te nemen, weet je wel. Speel ik eigenlijk nog Call of Duty. Maar dan komt omdat ik gewoon mijn tier, weet je wel, gewoon tier 100 wil halen. Of ja, gewoon mijn maximale level, weet je wel. Voor dat poppetje wat ik op Fortnite heb. Dus vandaar speel ik nog even vrij weinig PO4. Maar anders, jongens, dan zet de grind erin. Anders zeg ik je eerlijk. Dan zijn we sowieso veel beter dan dit, want dan speel ik ook iedere dag wel, dit spel. Ja, en dan is ons aim nog beter dan dit gezeik. En dit is echt heel naar, want er stond een blauwe naam boven. Ik denk zo van, wat? We kunnen, kijk. Even wachten. Kom op. Ik zat te wachten tot ik mijn eigen grappler kon gebruiken. Die gozer heeft ook weer 10 HP of zo, hè. Dat is gewoon ernstig, gewoon. Ja, leuk. Ik draai gewoon een hele jit, een hele pirouette gewoon. Als ik toen ik daar weg wou lopen. Ja, dit is naar. Dit is echt onzuiver. Maar mijn sensitivity van mijn controller staat ook nog niet zo heel erg hoog. Maar dat komt omdat ik dan nog een tijdje niet heb gespeeld, weet je wel. Dan moet ik gewoon even rustig inkomen. Gewoon de inkom, ja. De inkom aim. Oké, ik weet niet wat voor. Oké, chill. We moeten nog 10 kills maken. En dit potje loopt wel traag, man. Dit zeg ik je eerlijk. Dit is niet echt een standaard free-for-all potje wat zo traag duurt. Maar dit is gewoon zo'n enorm lange map, gewoon. Dat is gewoon naar. Maar maakt niet uit. We staan in ieder geval wel eerst. En dan gaat het om. Wat ik daar zo net deed bij die. Bij dat ding, weet ik ook niet. Waar kom jij nou vandaan, gast? Kom op! Wat? Wat? Kijk, zie je dat ding nou beneden mij of links naast mij? Gewoon naast mij eigenlijk. Rechts of links van mij, links van mij. Ik weet niet, gewoon mijn special ability, weet je wel. Gewoon om die lekkere stand ding bom neer te pompen. Nou, dat ding had ik dus nog niet. Ik dacht dat ik hem had, weet je wel. Dus ik daarop klikken. Doet hij het niet, weet je wel. En hij gozer en scheef dat. Nee. En scheef dat die gozer was, jongen. Holy shit. En hij had hem nog gekillt ook. En toen kwam er weer zo'n andere mafiaanse dikke banaan aan. En ja, die dacht ze van, hi. Doei. Ja. Nou, toen was het pret voorbij, weet je. En nu is het pret voor jou ook voorbij. Ja, hi. Waarom staat er bij jou een blauwe naam, Mitchell? Of zo, ik weet niet hoe die gozer heet. Nigel, Mitchell, nice. Ja, engineer, en die iets in die trant. Iets. Oh ja, of course staat er een beneden eentje. Of course staat er beneden een. Jongen. Nou, dit gaat tenminste wel wat sneller. Hatsee. Oké, dit is echt onzuiver, dit man. Jongen. Bastrek. Gewoon even op een. We moeten gewoon even op een plekje blijven staan.
We hebben nog 43 kogels, Loris. Don't worry about it. Ja, precies. Moet je nagaan hoe mokerlang een free-for-all potje duurt in deze map, man. Maar dat komt zelf dat ik zelf ook een beetje slecht gaat. Ik ga zelf natuurlijk ook wel een beetje slecht, maar dit... we hebben in ieder geval wel gewonnen, zeg ik eerlijk. Infantry down. Nou, dit gaat niet meer in 2 seconden, weet je. GG. Jongens, we hebben de victory gepakt. Let's go. En hey, we gaan wij gewoon door naar het tweede potje. Gewoon omdat het free-for-all is een beetje kort. Dit potje duurde toevallig wel lekker lang. Maar normaal doen we er altijd 3 als het snel gaat. En als het zo lang duurt als dit, dan doen we er gewoon lekker 2. Dus jongens, als je dit... Nee, ik sluit mijn stream nog helemaal niet... Ik sluit het nog helemaal niet af, want... In ieder geval, jongens, ik zie jullie zo meteen in het tweede potje van Free For All. Tot zo, okay, boys. We zijn bij het tweede potje aangekomen. En dan gaan we daar weer even lekker even kijken of dat we dit weer even lekker goed kunnen doen. In ieder geval, dan gaan we gewoon even lekker kijken of dat we dit potje weer kunnen winnen. En niet dat het weer 10 minuten duurt. Want voordat we eindelijk het potje hebben gewonnen. Dus let's go. Eerste kill zelf weer in de broekzak. En dat doen we al lekker. Doen we al goed. Zeker weten. Zeker weten. Staat hier iemand te campen? Staat hier iemand toevallig? Nee, je staat helemaal geen... Achter me. Ja, fuck. Had ik daar maar naartoe gekeken, weet je wel. Wat? Verdorie, man. Verdorie. Oké, chill, maar niet uit. Oké, we gaan gewoon lekker door. We gaan alweer... Lekker. Maar, hè. Toen zag ik dat ik in één keer 2-1-8... Ja. In ieder geval, we staan redelijk wat puntjes achter. Tja, ik reken is ook nu mijn sterkste kant. Merk ik nu alweer. Waar de fuck kom jij vandaan, mijn dude? Hoe komt deze gozer al aan 5 punten? Gewoon puur op dezelfde plek staan. En met zo'n Jossie Tossie die als eerste klas zijn... That's a kill. Leuk dat je even kwam challengen. Ja, leuk. Ja, jongens. Hey, geweldig. Maar natuurlijk wel even healen, weet je wel. Ik let een beetje op mijn geluid, maar ze durven gewoon niet meer te komen. Ik sta hier gewoon lekker te campen. ja, kijk. Op zo'n lange map, weet je wel. Dan vind ik dat nooit heel erg, weet je dat? Gewoon, ja, wel als enemies dat doen, maar als ik het doe, valt het toch altijd mee. Want dan maak ik lekker de kills daar. Ja, nu was ik eruit, hè. Maar hè, toen wist hij nog steeds niet waar ik was. Ja, dat voelt hij minder. Dan loopt er daar één. Hè dan. Oké, die Niels zit erin, gast. Niels, jij zit er lekker in. Zo, jongens. Weird ass shit, motherfucker. Oké, chill. Hier loopt er weer eentje in ons mooie hokje. Jij moest reloaden. Jij bent gebombardeerd, gewoon met allemaal kogels. Oké, chill, let's go. We staan gewoon lekker 9 kills voor. Ja, niet 9 kills precies voor, maar... We staan in ieder geval voor met 9 kills. Hatsé, dat moet ik zeggen. Tot er zo'n Pinocchio druif aan die denkt zo van... Hallo, Floris, ik kom jou ook eventjes gezelschappen. Met wat lood. Ja, lekker, jong. Ik denk niet dat hier met mensen staan, want er staat gewoon helemaal geen ene flauwe banaan. Nou, let's go. We krabbelen gewoon weer lekker hier naartoe. En dan zien we dat we helemaal niemand hier staan. Dus daarom, I need a UV. Hij heeft nog gekild, Hij is gewoon gekild, hè. Vuile, vieze, smerige banaan. Jammer dit. Jammer. Ho, eens. Ja, ik raak afgeleid van die deur. Hi. Krijg ik mijn UV nog een keer? Of is dat, duurt dat zo lang? Oké. Yeah. Opdonderen. Oh mijn god, wat, ik schoot dat karretje toch helemaal de laplazer. Zo ben ik, ja, oké, is goed, man. De enige manier hoe hij mij heeft gekild is gewoon door dat klote ding. Ja, daar lig ik hoor, op de grond, daar lag ik. Oké, ja, hier. Hi. Gast. Je liep net iemand. Hi, fijn dat je er ook bij bent. Dat fuck. Wat? Ik zie daar iemand... Kutzooi. Hi. Ja, ik kom vol in je kogels rennen. Jij, daar is vandaag zin in. Jongen. Oké.
is niet echt fantastisch, dit gezeik. We staan allemaal achter. Maar dan komt dat we het een beetje uit handen geven nu. En hij de thumbsticks van mij, die zijn een beetje vettig achter. En ik heb niks gegeten of zo. Of iets gedaan op die richting. En ik ga zeggen een beetje vettig. Maar ja, dat kan wel eens gebeuren, weet je wel. Dan moet je ze eigenlijk afwassen. Maar ja, dan speel je nooit zo... mokertje. En mijn specialist verkracht. En lig ik op de grond. Hoe wat een lelijke badnek is dat. Met zijn kak verkrachte sniper, man. Hi. Ja, die staat uit de camper daar in de achter. Ja, als ik die nou had, weet je wel, Floris, dan had ik nog een beetje wat kans gemaakt, weet je wel. Dan was het weer anders gelopen, maar nee. En dus, deze heb ik ook niet. Maar ik weet hoeveel HP je bent. Ja, 6, of course. Ja, ja, dat, fijn. Dat vind ik ook leuk om te weten dat jij 6 HP bent. Jongen. Dit is toch ook verschrikkelijk eigenlijk? Dan heb je hem eigenlijk gewoon bijna maximaal dood. En dan kom je zo'n leren loempia tegen. En die killt je net met geluk met 6 HP en net met die box. Ja, het is ook weer verschrikkelijk. Een puls. Enemy UAV above. Moet even. Ik wou zeggen, als je mij nou nog kill, jongen, dan. Ik heb nu 3 deaths gemaakt en die 3 deaths waren niet gezond. We waren niet nodig. Ja, ik ga ook gewoon niet pushen, weet je wel. Ik zie je nou al wel met je dikke Spaanse gorilla weer uit die tent klappen. Wat je precies hier doet. En dan ga ik dood. Maar ja, nu ging ik alsnog dood. Ja, wauw. Wauw, man. It's so fucking annoying. Hey, fucking course, gast. Wat hebben jullie voor een OP wapentje? Nou, dat is OP zal het ook wel niet zijn, maar... Kom op, Floris, even die aim, man. You need the aim. Maar ja, net als je... Kijk, elke keer als ik denk van er staat iemand, staat er niemand. En dan loop ik terug en dan zit er in één keer iemand achter mij. Dan denk ik ook zo van, ja. Ja, precies. Ja. Ja, dat is gewoon very naar. Als jij nu weg bent... Je killt hem ook nog, want jij bent zo'n grote... Ja, GG. Aarslog. Man. Achter mij. That's a kill. Ik... Sir... Ik was toch godverdomme met 2 HP. Oké, dat laten we even achter ons. En let's go. Gewoon door. Gewoon door. Maakt niet wat aan. Hij moest reloaden. Ja, tuurlijk kom je even met een shotgun langs, jong. Waarom even niet met een hele gekke... Ja, oké. Okay. Kom lekker langs, jong, met een shotgun. Of course. Nou, dit hebben we verloren. Dit vind ik echt zwaar naar. Maar we kunnen ook niet alles winnen natuurlijk. Maar ja. We hebben gewoon een beetje ongeluk gehad met 3 deaths. Waar wij dus eigenlijk de kills kunnen pakken. En gewoon hard kunnen gaan. En die we simpelweg gewoon niet hebben kunnen pakken. En jij, ja, dan kom jij er weer aan, weet je wel, achter mij. Dan denk ik ook zo van, ja, heb je niks beters te doen? Nee, dit kom ik helemaal niemand tegen. Tuurlijk is dat een headshot, man. Nee, is niet erg. Ik push je daar ook veel te hard. Nou, trappetje. Gezellig dat jij daar ook zit daar. Voor mij push ik alsnog veel te hard. Nee, niet. Ik ben gewoon meer een rush iemand. Gewoon die echt de hele tijd loopt. Heel snel beweegt door de map gewoon. Zo'n iemand ben ik meer dan de hele tijd stilzit op één plek. Wat ik nou aan het doen ben. Kijk, als je kan zien, daar ben ik gewoon niet goed in gewoon. Dus als jij mij nog hebt, dan lik ik mijn schoenen af, gewoon. Waar kom jij dan vandaan? Oké, nou, nog 1 kill en dan is deze gozer ook weer klaar. En dan hebben we in ieder geval weer een... Al dood was je. In ieder geval, jongens, als je dit leuk vond in deze free-for-all match, ik vond in ieder geval wel weer lachen. We hebben wel gebouwd, gast. In ieder geval wel nadat we die... 3 deaths daar, zo straks, maar elke keer ja, hier ergens.
Dus daar hebben we gewoon 3 testen legit lopen maken non-stop. En dat was naar. Als we daar, kijk, want ze elke 6 HP, ze waren altijd wel low. Maar als we daar zo hadden, hadden wij nog wel gewonnen, denk ik. Maar in ieder geval, het zit erop. We hebben in ieder geval lekker wat potjes gespeeld. Dus als je het doof vond, geef eventjes like. Als je de volgende keer weer dit wil zien, laat het sowieso even weten in de reacties. En abonneer sowieso, waardoor we lekker weer, gewoon lekker weer verder kunnen grinden met onze subs en zo. Dus als je nog niet geabonneerd bent, zou het super doof zijn. Zou het chill zijn. En jongens, dan zie ik jullie bij de volgende stream of video. Tot de volgende keer, boys. Later.